Er komt een einde aan de motocross in het Simonshoekse bos in Meijon. Tenminste, als het aan enkele bewoners van het aangrenzende bungalowpark ligt. De bewoners van Stille Wille, zoals het bungalowpark heet, hebben hiertoe een verzoek ingediend bij de gemeente Peel en Maas. Die crossbanen die kruisen de wandelpaden. En hier is heel veel geld in geïnvesteerd. Ook en moeite, ook door het dorpsoverleg, het IVN en de heemkunde. Die hebben in 2012 hier een heel groot wandelroutenetwerk aangelegd in de regio. Waaronder hier in de Simonshoekse bos. Nou, als je nou door het Simonshoekse bos loopt, dan moet je uitkijken of je wordt omvergereden door mountainbikers of door motocrossers. Dus waar blijft het wandelnetwerk waar destijds zoveel tijd en energie in is gestoken? Dus wij hebben niet echt specifiek iets tegen die motocross, daar gaat het niet over uit. Maar het moet gewoon door de gemeente ook goed bekeken worden. Hè? En als er besluiten moeten worden genomen, moeten de juiste besluiten genomen worden. En dat gebeurt in onze ogen niet. Gemeenteraadslid van de VVD, Teun Herndens, houdt zich bezig met de kwestie en heeft raadsvragen gesteld in het college over het voornemen om na 2018 geen vergunning meer te verlenen voor het organiseren van het motocross evenement. Ik heb gevraagd of het college het met de VVD eens is dat het evenement heel belangrijk is voor de leefbaarheid van Meijl, voor toerisme, voor lokale ondernemers en voor de sport zelf natuurlijk. Ja, want het is echt een begrip in motocrosswereld, een Europees kampioenschap, dat is niet niks. En ik heb ook de vraag gesteld van ja, waarom is de gemeente hier nu zo stoer om te gaan handhaven, maar doet het vervolgens op de Stille Wille niets, waar een onherroepelijk bestemmingsplan ligt, wat zegt dat permanente bewoning illegaal is. En daar wordt tot op heden niet op gehandhaafd. Nou, de motocross bestaat al heel erg lang, die bestaat al 40 jaar. Maar het is begonnen eigenlijk met een halve dag crossen. Maar nu crossen ze voor 2 dagen in het weekend, dus het wordt steeds meer. Wij hebben de handhaving aangevraagd vorig jaar september, toen hier die ATB-route aangelegd werd. We hebben ook handhaving destijds aangevraagd tegen die interne motocrossbaan. De gemeente heeft in februari van dit jaar een besluit genomen. Maar de vraag is of het überhaupt wel een besluit is. En, want het is niet door de juiste personen ondertekend. En bovendien is er handhaving in het vooruitzicht gesteld. Men gaat niet nu handhaven, men gaat na 2018 handhaven. In een reactie in Omroep PNM laat de motocrossclub weten: wij hebben als motocrossclub Meijl een proforma bezwaar ingediend tegen het besluit van het college om na 2018 geen motocrossactiviteiten toe te staan op de huidige locatie. Momenteel leggen we de laatste hand aan de aanvulling op het proforma bezwaar en gaan dit binnen enkele dagen aan de gemeente sturen. We hebben goede hoop dat het college naar aanleiding van ons bezwaar haar standpunt zal wijzigen en wij ook na 2018 motocross evenementen kunnen blijven organiseren op het circuit de Vossenberg, zoals die al plaatsvinden sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Over het exacte aantal personen dat zich daadwerkelijk druk maakt om de activiteiten in het Simonshoekse bos lijkt onduidelijkheid te bestaan. Ja, wat ik naderhand begrepen heb nadat ik de vraag gesteld heb, is dat het maar om enkele mensen gaat. Tenminste, dat blijkt uit de documenten die ik inmiddels al heb toegestuurd gekregen. Kunt u zeggen hoe groot die groep is die echt bezwaar maakt tegen de motocross hier, ontplooien van die activiteit? Nou, dat kun je niet zeggen. Wij zijn met een grote bewonersvereniging. En er zijn hier mensen die dan in feite niet naar buiten treden, maar die ook, wanneer wij wandelen elke dag in het bos, die allemaal steen en been klaar. Dus de hele bewonersvereniging is tegen de ontplooiing van motocross hier? Nou, ik denk wel bijna iedereen, ja. Ja. De gemeente laat weten: er is geen sprake van een fietscrossbaan, maar van een mountainbike-route door onder andere de Simonshoekse bossen. De Simonshoekse bossen hebben de bestemming natuur. Binnen deze bestemming is het gebruik als mountainbike-route toegestaan. Enkele bewoners van Stille Wille hebben hier bezwaar tegen aangetekend. Dit bezwaar zal volgens de vastgestelde procedure binnen 6 weken voorgelegd worden aan onze onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Zij zullen een advies uitbrengen waarop het college een besluit zal nemen over het bezwaarschrift. Raadslid Herndens heeft vraagtekens bij de wijze van besluitvorming in deze kwestie en maakt zich vooral zorgen over het gebrek aan transparantie. Het betreft immers geen openbaar besluit. Ja, ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Gelukkig maar, want we moeten geen evenementen gaan verbieden hier in Peel en Maas die zo groot zijn, die zo belangrijk zijn voor iedereen. Nee, maar ik was wel verbaasd dat de gemeente dat besluit genomen heeft en dat er geen openbaar collegebesluit of iets dergelijks van is. Want ja, ik was toch wel graag even op de hoogte gesteld hiervan. En ik denk heel veel andere mensen ook.